Het gesprek van de dag op de Eendracht, het trainingscomplex van NEC, was natuurlijk het Goffertstadion. Dat bereikte ook de ploeg van trainer Rogier Meijer. Dat is eigenlijk vandaag een beetje binnengekomen, dat nieuws. Ik had ook niet verwacht dat er vandaag bekend werd gemaakt dat we volgende week thuis zouden spelen of naar de break, zeg maar. En wat het allemaal nog in gaat houden, dat moeten we zien. Maar voorlopig richten we ons op het voetbal wat we tot nu toe gedaan hebben. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat je niet voor een volle Goffert kan spelen. Alleen, het is niet anders. Ja, Cas, hoe is het eigenlijk om elke week dan te kijken dat je in verschillende lijstjes voorkomt van de speler van de week? Dat was wel een leuk keertje. Dit was de eerste keer dat ik nu in het team van de week van AD stond. En van voetbalprimeur, geloof ik. Maar ja, het is gewoon leuk even, maar ik doe ook niet te veel waarde aan hechten. Nou, er komt er vandaag toch weer vervelend nieuws naar buiten dat we jullie het nog even zonder publiek thuis moeten doen. Wat doet dat met jullie? Ja, dat is wel even vervelend, want ik denk dat het leukste is om voetbal te spelen met publiek. En ik denk dat de afgelopen thuisduels ook het publiek heeft laten zien hoeveel sfeer ze kunnen brengen en hoe ze ons kunnen helpen. Dus ik hoop dat er snel een oplossing komt. Voor speler Jordi Bruin is het een weerzien met zijn oude club. Leuk. Er spelen nog steeds veel jongens die waar ik lange tijd mee heb samengespeeld en nog regelmatig contact mee heb. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ze wel aardig wat kwaliteit hebben. Zeker als je kijkt naar Joey en Henk. Veel snelheid, goede pasen. Dus wat we uiteindelijk kunnen verwachten is denk ik gewoon NEC die hier de 3 punten houdt. Nee, laten we dan eens over voetbal hebben. Je kunt niet voor een volle Goffert spelen en dan speel je zo'n mooie partij tegen Groningen. Nu Heerenveen. Wat verwacht je van die ploeg? Ja, moeilijk. Ik denk dat ze best goede wedstrijden gespeeld hebben de afgelopen 3-4 wedstrijden. Alleen geen resultaat gehaald. Ik denk dat er veel voetbal in het elftal zit. Hè. De Veermans, zeg maar. Moussaba zit er natuurlijk. Ze hebben best kwaliteit. Alleen ze hebben het nog niet echt kunnen omzetten in resultaten. Ja, wij proberen dan nog een wedstrijd door te trekken. Tafsan konden wij vandaag feliciteren. Hij werd door ESPN uitgeroepen tot talent van de maand. Ja, dankjewel. Hele mooie prijs natuurlijk. Ik ben heel erg trots op dat ik hem heb mogen winnen. Het is gewoon een bevestiging dat ik op de goede weg ben en deze lijn moet doortrekken. Ik zit eigenlijk heel goed in mijn vel. Met het team gaat het heel goed en individueel ook natuurlijk. Deze mooie prijs. Nu is zaak, wat ik net zei, om deze lijn door te trekken. Ook met het team en individueel ook. Ja, is iedereen weer fit bij jullie? Zo goed als. Deulund is er nog niet bij en Van der Sluis is er nog niet bij. Rui zag er wel weer mee trainen, dus die is wel weer volledig fit? Ja, klopt. Iedereen die hier was, die is fit en die zijn allemaal inzetbaar. Dus wat dat betreft is het wel prettig. NEC Heerenveen trap af in een lege Goffert op zaterdagavond om 7:15. Natuurlijk weer live te volgen op de radio bij RN7.